Nog geen anderhalve laat ik zakken weer hier beneden. Ja. Dus ja, al met al, het hele vervolg ervan is nu dat ik nu net beneden ben. Oké, kan de pret niet drukken. Want een lekker warm bakje koffie is ook nooit weg. Nee, dus dat ga ik zo meteen lekker van genieten. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds 14:49 en we leven op 12 november. Ja, dat zei ik vannacht al, want ik ging dus laat vroeg naar bed, hoe noem je dat? Dat komt door Frodo, maar nog geen anderhalve later zak alweer hier beneden. Ja, dus ja, al met al, het hele vervolg ervan is dus dat ik nu net beneden ben. Hij had een hele tijd weg te janken en te piepen en te doen en weet ik veel wat nog meer. Ja, ik kan me niet eens niet aankleden in principe als het dan helemaal ligt. Ja, dan had ik nou nog in mijn pyjama rondgezwalkt. Maar dat doen we niet. Nee, dan moet ik wel even weer wat zieker wezen dan ik nou ben. Maar het gaat nou juist net de goede kant op, dus ja. Het enige wat ik heb is heel veel last van mijn rug. Want je bent zo moe, je wilt zo graag slapen en dan houd je wel weer andere dingen tegen. Hij was rustig, de katten waren rustig, maar ik had te veel pijn. Ja, ik zal het altijd wel weer merken. Maar ja, ouderdom komt met gebreken en dat weten we allemaal. Als jullie, de jongere garde die misschien naar deze vlog zullen kijken. Ja, moet je eens luisteren jongens, jullie worden ook oud. En een gezegde luidt, ouderdom komt met gebreken. En die gezegde is nog waar ook. Ondervind het onder lijven. Dus hoe zeg je dat? Ja, nou, het zal me een worst wezen. Ja, toch? Maar in ieder geval, het was vanochtend wit hier al in de tuin. En voor op straat. Niet door de sneeuw. Nee, het hagelde vanochtend vroeg. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, maar ik dus wel. En nu? Nou, een blauwe hemel. Met bewolking en de zon, ja, ja. Nou, dan krijg ik vanmiddag bezoek van degene die ook gisteravond even op bezoek kwam, omdat ze wou zien hoe ik eruit zag als heks. Dus ja, die is ook even geweest. Dat was mijn begeleidster, dus die kwam even kijken. En ze vond het eerst wat ze zei, wat ben je mooi. Ik zei, dankjewel, ja. Een heks, mooi, oké, okay, ja, ik ben een goede heks, dus ja, dan ben je niet lelijk of wat dan ook. Je bent netjes opgemaakt, je bent lief opgemaakt. Ja, en dan een mooie jurk, hè. Het is ook gelijk tevens een kottekjurk, ja. Dat heeft eigenlijk, ik heb hem toch wel bij zo'n winkel weg, waar je dus zulke soort kleding kan kopen. Heksjurken, prinsessenjurken, ja, koninginnenjurken, noem maar op, al dat soort met feestwinkel is dat, en kleding dan. En ja, hè, ook carnavalskleding kun je weghalen, noem maar op, ja, echt geweldig, leuk winkeltje is dat. Maar ja, in het paarse zit een spinnenwebje geweven. Dus ja, aan de ene kant zeg je het is een heksjurk, aan de andere kant zeg je het is een kattenjurk. Ik heb hem ook zo aan als ik dat wil. Maar ja, je gaat er ook niet dagelijks in lopen, want hij wordt ook vuil. Ja, inderdaad. Oh, mag dat? Is dat nieuw? Ja, het zal. Op de fiets, met je fiets op de stoep fietsen. Mag niet. Nee. Foei. Op de weg behoren. Ja, en ze zeggen dan tegen ons, mensen die op een scootmobiel rijden, zeggen ze dat ze onze vinger uit moeten steken. Waarom moeten wij een vinger uitsteken als we een richtingaanwijzer hebben? En net als een auto. We hebben verlichting en we hebben knopjes. Knopje drukken en links gaat aan. Ander knopje, rechts gaat aan. Dus ja, waarom moet ik dan een vinger uitsteken? Nee, jullie fietsers. Die moeten eens een keer leren om mijn vinger uit te steken.
Ik heb vorige week een meisje, die zat hier, die moest een heel eind ook dezelfde kant op dan ik. Ten eerste was ze maar aan het zwieren in het zwaaien, met wat ze dronken was. Dat was een scholier. En oversteken, nou, zij moest linksaf. Ik zat bijna op, want ik zou erin halen. En ik wist niet dat ze linksaf moest. Nee, moet ze maar een vinger uitsteken. Ja, toch? Ik moest naar de dokter toe, ja. Nou, echt vreselijk. Maar ja, oké, het doet er allemaal niet toe. Ze moeten dat gewoon leren, vind ik. En niet zitten te schreeuwen tegen onze ouderen dat wij het moeten leren. Nee, leer het zelf maar. Vinger uitsteken, .nl, ja. Klaar ermee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook proberen. En doe ik met een lach. Ja, doe ik ook. Ziek of niet ziek. Oké, wat of niet. Maakt niet uit. Lachen en gaan met die banaan. Kom op. Doei. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer even retour. Ik heb nou mijn lamp erbij aan. Ja, die ligt gewoon op tafel. Ken ook makkelijk zo. Simpel. Ja, want het wordt alweer aardig schemerig. Het is ook alweer 16:41. En het is natuurlijk geen zomer meer, hè? Nee. Was maar waar dat de zomer er nog wel was, of de temperaturen ervan. Dat zou ons wel wat aangenamer aanvoelen. Maar oké, kan de pret niet drukken. Want een lekker warm bakje koffie is ook nooit weg. Nee, dus dat ga ik zo meteen lekker van genieten. Mijn begeleidster is geweest en we hebben iets gedaan. Dat stond al, ik weet niet hoe lang te wachten, maar ja, dan moet je er maar aan toe komen en dan vergeet je het weer en dan komt er weer wat anders ertussen door. Er was een doos waar vroeger ooit pamperluiers in had gezeten, maar niet vanaf mij afkomstig. Nee, dat had mijn mannetje Lief meegenomen, dat die ging verhuizen naar mij toe. Ja. En er zaten allemaal paparazzen in en boekjes en dingetjes en weet ik veel wat. Maar ja, ik kwam daar niet aan, want dat was niet voor mij, weet je. Ook al ga je trouwen, je blijft daar vanaf, want het is niet voor jou. Hij heeft het meegenomen uit het vorige leven, hè, zonder mij. Dus ja, dat kom ik dan niet aan. Maar nou moest ik wel. En ik denk, ja, ik moet er hulp bij hebben, want ik weet het ook allemaal niet. Waren het meeste allemaal boekjes, hoe iets werkt. Zoals een wasmachine, een koelkast, een televisie. Nou ja, ook nog computers die ik niet kon van vroeger, van onze tijd nog. Nou, dat wist ik allemaal niet. Dus er is een heleboel weggegaan en een heel klein beetje overgehouden, want ja. Ik vond ook nog een boekje van een televisie, maar die televisie staat hier op folder. En die is van mijn moeder geweest. En daar vond ik ook nog iets in met haar handschrift. En ja, dat wou ik natuurlijk bewaren. Dus ik zei, ja, dat gaat niet weg. Nee. Maar ja, dat zijn gewoon weer leuke dingen, weet je. En dus. Maar ja, ik vond nog wat, dat heb ik ook maar opgeruimd. Dat had met grillbrander en bikbrander en smalbrander te maken. En dat waren allemaal van die hele kleine dingetjes. Een heel klein minuscuul gaatje erin. Ik heb het maar niet weggegooid, want ik denk, ja, ik weet niet wat het exact is. Ik heb geprobeerd het uit te zoeken waar het van is. Maar ik weet het niet hoor. Nee. Dat ik hoop dat ik ooit iemand tref die het wel weet. En dat die er verstand van heeft. Ja. Ja, je hebt ook klein spul waar je mee branden kan. Maar ja, dit is ook heel klein. Het leek eerst op een schroefje, want er zit schroefdraad op. Maar ja, het was aan de andere kant. Eerst het knopje en dan een stukje met schroefdraad en daar zit een gaatje, een holletje in. Ja, dus ik niet weten, nee. Maar ja, oké, ik heb het opgeruimd. Ik kan het niet laten zien, want dan moet ik het weer pakken.
Maar in ieder geval, ik heb net Frodo weer even buiten gehad. En de ene keer springt hij wel op de bank, de andere keer weer niet. Dus ja, hij loopt ook wel iets beter dan het vorige week van de week was. Maar het vergt wel veel van mij om hem iedere keer op te tillen. Van de bank af en op de van de grond op de bank. Dat ik verga van de rugpijn. Maar ja, je hebt het voor het beestje over. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Heel mooi. Dus ja, ik ga zo meteen maar de computer aan doen en even time voor mezelf. Ja, dat even niks. Ja, we hebben veel gedaan, dus ja, en veel gepraat. Maar oké, komt ook wel weer goed. Alles komt weer goed. Ja toch, gewoon doorgaan met die banaan. Of niet dan? Ik lust wel geen banaan, maar dat doet er niet toe. Maar oké, lieve vrienden, geniet ook van een bakje koffie of bakje thee als je geen koffie lust of weet ik wel wat. Voor mijn part neem je warme chocolademelk. Dat moet ik weer niet. Nee, dat zijn A, dikmakers en B, hoofdpijn krijg je ervan. Tenminste, als je daar niet echt goed tegen kan, kun je er hoofdpijn door krijgen. Nou, ik ben al een migrainepatiënt, hoef ik dat er ook nog niet bij te hebben. En ik ben heb chronische hoofdpijn en dat wil inhouden dat je dag in, dag uit met hoofdpijn rondloopt. De ene keer kun je ermee dealen, zoals nu. En je hebt ook dagen erbij, kun je er niet mee dealen. Hoe ik eraan ben gekomen? Nou, 1 juni 2000, moet ik niet liegen, 10. Ja, 1 juni 2010. Toen heb ik het gekregen en het is er nooit weer over gegaan. Er is 1 iemand die dat nu nog wel kan weten. En dat is mijn liefhebbende dokter Karin. Die weet het. Die was erbij. Ja. En we hebben gehuild. Ook dat weet ze. Maar oké. Kan het pret allemaal niet drukken? Wij gaan door. Met leven. Want dat duurt nog maar even. Ja, ja, ja. Het leven duurt maar even. Want kan het niet een beetje snel? Want het leven duurt maar even. Ik zeg het tot later. Doei, doei!